Ja, beste kijkers, vandaag gaat het over een zandpistoolblazer. Dus voor zand te stralen. Dus ik heb volgende, dat is een slijplaatje hier, zit je. Misschien als je dat ziet, als het licht niet te veel flikkert. Die heb ik zo zelf moeten schuren en moeten zand stralen. Zo, even kijken. Hier is licht genoeg. Goed, die heb ik moeten schuren. Dat is van een Piaggio Ciaio SI Sita. Dus eigenlijk een Sita SI. Wel heel veel werk aan hè, om dat te doen. Ik was dat moe, want de rest is heel erg. Dus ik heb een zandblazer gehaald. Een pistool, sandblasting gun. Ja. Wat zit erin? We zullen zien wat erin zit. Als je die open doet, wat zit er dan in? Ten eerste een boekje. Een boekje. Niet te veel flikker in de licht. Er stond een lamp in de flikker altijd, rustig blijven. Ja. En dan hebben we een pistool. En dan hebben we tussenstukken. Eins. Zwaai. Deze pistool komt bij de Hubo. Of bij bol.com. Kost deze 30 euro. Ik heb die over bij Amazon. 23 euro. En dan heb je nog twee zakken. 1 kilo, twee flessen, 1 kilo was het zand. Ziet je? Fijn zand. Zand. En dat is dan de blazer, die is kant-en klaar. Ziet je, die is kant-en klaar. Voilà. De blazer, onze doos leeg. Dat is de blazer. Die heeft een kleine zakskang. Dat is voor de terugcirculatie van de zand. Weet je, die is nu al vastgezet. Die heb ik juist vastgedraaid. Je gaat op de lucht. Ik heb daar mijn compressor klaarstaan. En we gaan proberen deze stuk te gebruiken. De eerste maand dat ik de test. Ik heb ook een waterstraalpistool besteld van Karcher. Met water, waar zand opzuigt met water. Ik had dat besteld bij een site op Nederland en ik moet zeggen, Nederland heeft een beetje gekloten site, tussenschakelsbedrijfjes. Ik heb daar bijna 80 euro betaald voor twee lansjes, ik dacht promotie, en die heb je voor 21 de stuk bij Amazon. En sneller geleverd, maar ik krijg die maandag al. En die twee andere komen eind mei. Erg hè? Maar ja, dus we gaan die testen. Ik heb hier mijn slijplaatje. Ik heb een doos gemaakt, zo weet je, een beetje afgeplekt zo. Maar waarom? Dat hij de zand een beetje kan opvangen. Weet je, dan kan mijn zand een beetje opvangen, dat past zich toch in. Dat kunnen we opvangen. Dus dan gaan we die testen. We gaan die op de compressor aansluiten en dan gaan we die testen. Oké, tot zo. Als dat iets is, weet ik niet. We zullen zien. Dus we vullen die met zand. Dus we hebben dat hier liggen. Dan kappen we de zand erin. Kappen we de hele fles erin, zou ik zeggen. De eerste keer. Dat is 1 kilo. Ik heb ook speciale zand gekocht als deze zand. Die kun je houden met een masker aan. Maar gebruik deze zand enkel als je met water spuit, hè? Niet met deze. Dus dan hebben we die zand, dan ga je gewoon die deksel erop zetten. Goed, dan duwen zo. Dan draaien we die vast. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Dus we hebben een bril aangedaan, handschoenen en we hebben de compressor aangesloten. Hier is die. We zullen zien, we gaan zelfs de binnenkant gaan testen. Ik hoop dat je genoeg licht hebt. Ja. Hier is een pistool. Ja. Iedereen aan de kant, want we gaan kijken wat er geeft. Dus dat is de eerste maal dat we die testen. Daar gaan we. We gaan dat zo ophollen. Wat is gebeurd? Veel zand, maar... Ik weet niet of er iets gebeurd is. Gaan we het kijken. Was er iets gebeurd onder de zand? Ah ja. De flesje is zuiver. Als we nu eens die kop ervan af gaan pakken. Ik heb er even een kop op gezet. Hier. Als we nu die kop er ons af gaan pakken. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Hè. We gaan dat eens doen. We gaan de kop even hier leggen. Zo. En... We gaan eens zien stralen.
Kijk hij wat er heeft. Oh, dus klaar, dames en heren, zonder kop. Dat geeft alles een face. Dus dat zal niet gaan, denk ik. Eens proberen. Nee. Dus in feite moet je toch die kop er ophouden. Ja, dus die kop moet je... Die kop, je kan kiezen welke kop je wilt erop schuiven. En dan moet je er echt tegenhouden. Dat is niet zo ideaal eigenlijk, hè. Dat vind ik toch persoonlijk niet zo ideaal. Kijk hoeveel zand je verliest eigenlijk. Weet je? Veel zand ernaast. Als je dan zo moet alles gaan doen, maar man, hopeloos is dat. Dus ik vind het eigenlijk, oh, ik weet niet, niet veel waard zo gezegd. Hè. Hallo? Ja. Ik vind dat niet zoveel. Beetje blazen. Zo waard is, je gaat wel, maar als je dan zo die hele ding moet doen, ja, dan zit je gang bezig, hè. Dan zit je echt lang bezig. Hè. Ja. Beetje roest weg doen is dat. Even blazen. Beetje roest weg doen is dat wel interessant. Voor de rest, niet veel. Hè. Ik zou het niet kopen. Hè. Ik heb er nog andere kopjes bij. Ik kan een ander kopje pakken. Even een momentje wachten. Was dat rapper zo? De test met een andere kop. Deze kop. Ik moet wel zeggen, de sussie van de tafel gevallen en er een klein blotje, maar het is toch nog sterker blotje, dat valt te veel. Dan vang ik toch veel zand op, zit je? Maar veel zand zit je in de doos liggen. Daarom pak ik een doos, maar misschien een grotere doos als deze doos. We gaan eens testen. Of een lagere doos. Daar gaan we. Ik heb nu deze kop, deze. En we gaan eens testen. We zullen hier eens beginnen. Ja, dat zullen we hier nog eens pakken. Een kop is zo. Dat zak gestort eigenlijk wel een beetje, maar ja, is klaar. Je daar is al een beetje weg. Ik weet niet of je dat ziet. Ja, kijk, ja, jongens, daar gaan we. De compressor zal daar gaan springen. We zijn op 8 bar.
Dus, wacht even mensen, even blazen. Ik raad deze niet aan. Dat is goed voor schroeven te ontroesten en bouten te ontroesten die je niet los krijgt en zo. Maar voor de rest, hup, dient er nergens goed voor. Dus, niet kopen. Niet kopen is niet goed. Enkel verbouwen en zo. Maar als je zo'n plaatje of een brommer zo, like dat, wilt je een zandstralen. Moet je een hoge drukreiniger zandstraler gewoon die tube halen met de buis aan. Een zandstraler, dus een zandstralerpistool. Voor met hoge drukreiniger. Dat is pral. Sturen we terug naar Ethiopië. En dan, oké mensen. Fijn dat u keek, bedankt. Geef er een lab op, peers. En niet vergeet te abonneren te liken. En koop dat niet, laat dat liggen in de winkel. Tot de volgende.